Goedemorgen allemaal. Het is nog even morgen. We komen aan het einde van een prachtige en gezegende conferentie, vond ik zelf. Het was een gezegend weekend met tot nu toe 9 thema's. Dit is het 10e. Met veel leerzame en interessante onderwerpen. Over het boek Romeinen. En vandaag heb ik het voorrecht om dit laatste thema van deze conferentie met jullie te bespreken. De slotact, eerlijk gezegd. En meestal is dat eigenlijk de meest eervolle positie die je hebt op een congres. Dus ik heb een bijzonder voorrecht vandaag. En tijdens dit thema zal ik stilstaan bij de gelijkenis die Paulus in Romeinen 11 gebruikt. En hij maakt een gelijkenis tussen het Joodse volk en een olijfboom. En we zullen zien dat die gelijkenis ook terugkomt in Jeremia hoofdstuk 11. En daarna bespreek ik de uitgebeelde gelijkenis van de vervloekte vijgenboom uit Markus hoofdstuk 11. Het is een thema van 11 tot nu toe. Maar als laatste geef ik ook nog de gelijkenis van de landbouwers van de wijngaard. En die komt niet uit Matteüs hoofdstuk 11, maar Matteüs hoofdstuk 21. Maar tot zover Romeinen 11, Jeremia 11 en Markus 11 en daarna Matteüs 21. Maar centraal in dit thema staat de olijfboom. Die Paulus vergelijkt met het Joodse volk, met Gods volk. En centraal staat, of in het middelpunt, staat deze tekst. En Paulus zegt het volgende in Romeinen hoofdstuk 11. Als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de tak ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent ingeënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Paulus begint hier aan een vergelijking. Met een duur woord een allegorie. Om duidelijk te maken dat Gods huidige volk een voortzetting is van het oorspronkelijke Israël. Dat de christelijke gemeente de zegeningen van het oude volk heeft voortgezet. En dus ook deelt in die zegeningen en die beloften die waren gedaan aan Abraham en zijn nakomelingen. Waaruit bestaat dat geestelijk Israël? Uit de eerstelingen, zegt Paulus, en uit het hele deeg. Uit de Joden en uit de heidenen. Uit de natuurlijke takken en de takken die zijn ingeënt. En met die eerstelingen die heilig zijn, verwijst Paulus naar de eerstelingen van de oogst van het evangelie. De eerste groep mensen die Jezus hadden aangenomen als hun verlosser. En dat waren allemaal Joden. De 120 broeders en zusters in de opperzaal in Jeruzalem en later de 1000 die bij Pinksteren waren gedoopt, waren nagenoeg altijd Joden. De eerste christenen waren allemaal Joods. De gemeente was zelfs zo Joods dat er discussie bestond of het evangelie überhaupt naar de heidenen mocht gaan. En zelfs Petrus, broeder Gabriel heeft het vandaag besproken, had een visioen nodig om daarin te worden bevestigd dat dat mocht. Zo Joods was die eerste gemeente. En Paulus maakt duidelijk dat dit trouwe overblijfsel, wat hij de eerstelingen noemt, de voortzetting was van Gods volk op aarde. Zij zijn niet afgesplitst van de Joden. De mensen die Jezus niet hadden aangenomen, waren afgesplitst van hen. Zij zijn de heilige eerstelingen, waardoor ook de rest van het deeg, de heidenen die er later bij kwamen, heilig werden, zegt Paulus. Zij zijn de takken van de olijfboom die niet zijn afgerukt, maar nog met de boom zijn verbonden. En in diezelfde boom werden de wilde scheuten de heidenen geënt, waardoor ook zij deel hebben aan de wortel en de vettigheid van die boom, zegt Paulus. Aan de zegeningen en de belofte van God voor zijn volk, waardoor ook zij vruchten, olijven kunnen voortbrengen.
En in de gelijkenis die Paulus hier hanteert, is de olijfboom Gods volk, het geestelijk Israël. Dat nooit is opgestaan te bestaan. Want elke keer wanneer er iemand afviel, gingen zij van de boom af. En het trouwe overblijfsel bleef erin staan. En de nieuwkomers werden erin geënt. En voor de Joodse christenen die deze brief lazen, moet bij deze gelijkenis een belletje afgegaan. Er moet een belletje zijn gaan rinkelen. Want de figuur van de olijfboom die Paulus hier gebruikt, die lijkt afkomstig uit Jeremia hoofdstuk 11. En ik lees uit vers 16 tot en met 17 en daarna lees ik nog Jeremia hoofdstuk 21 vers 14. Daar staat, voor hoofdstuk 11 heb ik de Oude Statenvertaling gebruikt. De Heere had uw naam genoemd een groene olijfboom, schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur erom aangestoken. En zijn takken zullen verbroken worden. Want de Heere der Heerscharen, die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken. Om de boosheid van het huis van Israël, het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven, om mij te vertoornen, rokende de Baal. Waarmee wordt bedoeld dat offers werden gebracht en afgehouden. En dan Jeremia hoofdstuk 21 vers 14 uit de Herziene Statenvertaling. Ik zal u overeenkomstig de vrucht van uw daden straffen, spreekt de Heere. Ik zal een vuur aansteken in zijn woud, dat alles rondom zich zal verteren. In Jeremia hoofdstuk 11 beschrijft de profeet Gods volk als een prachtige olijfboom, vol met heerlijke vruchten. Maar die takken die deze prachtige vruchten hadden moeten voortbrengen, worden volgens Jeremia afgebroken vanwege hun hardnekkige ongehoorzaamheid. En daarbij vermeldt Jeremia dat een vuur wordt aangestoken rondom de olijfboom. Terwijl de takken worden afgebroken. En deze profetie wijst op de tijdelijke breuk die God teweeg zou brengen tijdens de ballingschap. Waarbij het volk gedurende een aantal decennia zou worden ontheven van zijn privileges en voorrechten. Miljoenen Joden werden in ballingschap geleid. Werden als takken afgebroken van de boom. En maar een klein getrouw overblijfsel zou terugkeren en blijven delen in de bijzondere voorrechten van God. Jeremia gebruikt ook niet alleen de straf van het afraken van de boom, het afbreken, het losgerukt worden. Maar hij zegt ook dat Gods volk wordt gestraft met vuur. En dat hebben we ook gezien. Toen Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte, was dat met vuur. En ook Paulus spreekt hier over het afrukken van de olijfboom. En hij vermeldt hier overigens niet het vuur dat erbij komt kijken. Wanneer het Joodse volk voor de tweede keer, en dit keer permanent, zijn bevoorrechte positie verliest. Maar het bijzondere is dat minder dan 15 jaar nadat Paulus deze woorden in Romeinen hoofdstuk 11 had opgetekend. Waar hij net als Jeremia beschrijft hoe takken van de olijfboom werden afgebroken. Dat 15 jaar later, in het jaar 70, de stad en de tempel van Jeruzalem volledig werden vernietigd. En weer met vuur, zoals in Jeremia hoofdstuk 11 staat. En dit keer niet tijdelijk, maar permanent. In het jaar 70 na Christus belegerde de keizer Titus de heilige stad. En toen de Romeinen eenmaal de stad waren doorgebroken, brandden ze grote delen van Jeruzalem af. En tegen de wens van keizer Titus in, bereikte het vuur uiteindelijk ook de tempel. Het was Titus' bedoeling niet dat de tempel zou worden afgebrand. Hij wilde het behouden. En de geschiedschrijver Flavius Josephus beschrijft vervolgens dat de Romeinen gretig op zoek gingen naar het goud dat gesmolten was tussen de stenen van de tempel en van de andere gebouwen. Want er werd geld bewaard in de tempel. Het heiligdom zelf was bekleed met goud. En zij gingen zo naastig op zoek naar dat goud dat tussen de stenen was gekomen, dat uiteindelijk geen steen niet overeind bleef staan. Alle stenen werden weggehaald om dat goud te vinden. Precies zoals Jezus 40 jaar eerder had voorzegd in zijn profetie, die 20 jaar eerder in het evangelie van Matthäus was opgeschreven toen dit gebeurde. De relatie tussen God en de natie Israël, de etnische Joden,
zou nooit meer worden zoals deze was voordat Jezus was verworpen. En met verdriet had ook Jezus dan ook vlak voor zijn sterven uitgeroepen. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis, en hem wordt bedoeld de tempel, wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Gods woonplaats onder zijn volk was leeg. En toen Jezus dit zei, werd zijn hart vervuld met verdriet. Verdriet, omdat zijn volk hem had verworpen. De geschiedenis van het volk blijkt ook uit het verhaal van een andere boom. Namelijk een vijgenboom. En net als de olijfboom, een veel voorkomende plant in Israël. En het verhaal is als volgt. De dag nadat Jezus feestelijk was onthaald in Jeruzalem, we kennen het allemaal, ook wel, we noemen het ook wel tegenwoordig Palmpasen, waarop het volk met hosanna's hun kleren voor de poten van zijn ezel neerlegde, liep Jezus die dag daarna vanuit Betanië naar Jeruzalem. 'S Nachts had hij de nacht doorgebracht in gebed in Betanië en nu ging hij weer terug naar de tempel om daar te onderwijzen. En onderweg kreeg Jezus honger. Waarschijnlijk had hij nog niet ontbeten, in tegenstelling tot zijn discipelen. En in de verte zag hij een boomgaard met vijgenbomen. En zuster White beschrijft de scène als volgt. Zij zegt, het was niet het seizoen voor de rijpe vijgen, behalve op bepaalde plaatsen. En op de hoogvlakte rond Jeruzalem zou men met recht kunnen zeggen, het was nog niet de tijd voor de vijgen. Maar in de boomgaard waar Jezus kwam, leek één boom voor te lopen op alle anderen. Hij was al bedekt met bladeren. En kenmerkend voor de vijgenboom is dat voordat de bladeren opengaan, de groeiende vruchten verschijnen. Daarom beloofde deze boom in het volle blad goede vruchten. Maar zijn uiterlijk was bedriegelijk. Toen Jezus zijn takken doorzocht, van de laagste twijg tot het bovenste takje, vond hij niets dan bladeren. Het was een massa pretentieus gebladerte, meer niet. De vijgenboom pretendeerde vruchten te hebben, naar buiten toe. Het leek alsof hij schreeuwde naar Jezus, kijk mij eens, met mijn mooie bladeren. Ik heb vruchten. En anders dan de boom om hem heen had hij dit prachtige bladerdek. Die andere bomen hadden dat nog niet. Die pretendeerden dus geen vruchten te hebben. Maar toen Jezus de boom onderzocht, zat er geen enkele vrucht aan. En daarom sprak Jezus deze woorden uit. Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. De volgende dag, toen ze weer langs die boom liepen, merkte Petrus op. Meester, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Hij zou nooit meer vruchten dragen. Hij was gestorven. De vloek die Jezus over deze boom had uitgesproken kwam precies zo uit als hij had gezegd. De boom was binnen een dag gestorven en nooit zou iemand er meer vruchten van eten. Voor de discipelen moet dit een raadselachtige gebeurtenis zijn geweest. Het vervloeken van een vijgenboom paste eigenlijk niet bij hoe Jezus normaal dingen deed. Vaak hadden ze hem horen zeggen dat hij niet was gekomen naar de wereld om de wereld te vervloeken, om te veroordelen, maar om de wereld te redden. De werken van Jezus waren altijd om te herstellen, te genezen, niet om te vernietigen. En wat was zijn bedoeling dan hiermee, vroegen de discipelen zich af. De vervloeking van deze boom was een uitgebeelde gelijkenis. Deze verdorde boom die met zijn pretentieuze bladeren had gepronkt in het gezicht van Jezus, stelde de Joodse natie voor. En om die boom heen, ze stond in een boomgaard, stonden andere bomen zonder bladeren. En die bomen stelden de heidense volken voor. Het Joodse volk, de vijgenboom met bladeren, was rijk gezegend en dat liet hij zien. Om bij de Romeinenbrief van te blijven waar we het vandaag over hebben, in Romeinen 3 vers 1 en 2 en 9 vers 4 tot 5 merkt Paulus op, wat heeft de Jood dan voor op anderen?
Of wat is het voordeel van besneden te zijn? En hij schrijft veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. En hij gaat verder in hoofdstuk 9. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Het Joodse volk was in talloze opzichten gezegend. Als Gods uitverkoren volk hadden ze een geestelijke voorkeursbehandeling gehad. God had hen uitgekozen als de schatbewaarders van de eeuwige waarheden. Maar die status was naar hun hoofd gestegen. Ze vonden zichzelf rechtvaardiger dan alle andere volken. Veel beter. Ze zagen de andere heidenen als onrein en per definitie als zondaars. Maar zelf waren ze even goed gecorrumpeerd. Door liefde voor geld en lust naar macht. Ze schepten op over het licht dat God hen had gegeven, maar lieten na om ernaar te handelen. Ze vervulden de kleinste vereisten van de wet, terwijl ze de belangrijkste dingen schonden. En net zoals de vruchteloze boom, spreidde het volk haar pretentieuze bladeren uit. Beeldschoon voor het oog. Maar het volk droeg niets dan bladeren en liet na om vruchten voor te brengen. Ik lees een ander citaat van zuster White. Jezus was hongerig naar de vijgenboom gekomen om voedsel te vinden. En zo was hij naar Israël gekomen, hongerig om in hen de vruchten van gerechtigheid te vinden. Hij had zijn gaven over hen uitgestort, zodat zij vruchten zouden dragen tot zegen van de wereld. Alle mogelijkheden en voorrechten waren hun geschonken. En in ruil daarvoor zocht hij hun sympathie en medewerking in zijn genadewerk. Hij verlangde ernaar in hen zelfopoffering en medelijden te zien, ijver voor God en een diep zielsverlangen naar het heil van hun medemensen. Als zij de wet van God hadden gehouden, zouden zij hetzelfde onzelfzuchtige werk hebben gedaan als Christus. Maar de liefde tot God en de mens werd overschaduwd door trots en zelfgenoegzaamheid. Ze brachten zichzelf te gronden door te weigeren anderen te dienen. De schatten van waarheid die God aan hen had toevertrouwd, gaven ze niet aan de wereld. In de dorre boom konden zij zowel hun zonde als de straf ervan lezen. Verdord onder de vloek van de Verlosser, verdord en verwoest, verdroogd bij de wortels, toonde de vijgenboom wat het Joodse volk zou worden als de genade van God van hen zou worden weggenomen. Weigerend om zegen te geven, zouden ze niet langer ontvangen. O Israël, zegt de Heer, gij hebt uzelf vernietigd. Alle bomen in de boomgaard waar Jezus naartoe was gekomen waren zonder vruchten. Allemaal. Die bladerloze bomen waren dan ook niet beter, maar ze waren niet slechter. Ook de bladerloze bomen die de heidenen voorstelden, hadden geen vruchten. Ook de heidenen droegen in zichzelf geen vruchten van het geloof. Maar deze bladerloze bomen, de heidense volken, hadden nooit beleden de ware God te dienen. En hadden dus ook nooit de verwachting gewekt dat ze vruchten zouden voortbrengen. Zij pretendeerden niet buitengewoon goed en rechtvaardig te zijn. En ze waren ook nog blind ten aanzien van de wegen en de werken van God. Maar wanneer de tijd zou aanbreken, de tijd van de vijg, dan zouden deze bomen nog wel vruchten kunnen voortbrengen. Als zij het licht kregen en de juiste voedingsstoffen, konden zij nog wel vruchten brengen. Maar de pretentieuze boom met al zijn gebladerte werd vervloekt. En zou nooit meer vruchten voortbrengen. Zoals de boom permanent verdord werd en de tempel permanent vernietigd zou worden, zou het Joodse volk als natie nooit meer dezelfde positie hebben als ze daarvoor had. Dat blijkt ook uit de samenhang van de gelijkenis van de vijgenboom met die van de landbouwers van de wijngaard. Die Jezus diezelfde dag nog zou vertellen. In die gelijkenis vertelt Jezus hoe de eigenaar van de wijngaard
alles in het werk had gesteld om ervoor te zorgen dat zijn leenmannen, de landbouwers, goede vruchten konden aanleveren. De beste wijnstokken, de beste grond en de wijngaard zelf was ommuurd tegen het ongedierte. De landbouwers hadden dus alles wat ze nodig hadden om goede druiven te kunnen oogsten en aan de landheer te geven. En toen de tijd van de oogst naderde, stuurde de eigenaar meerdere dienaars. Sommigen mishandelden ze, anderen stenigden ze en het sommigen doden ze. Jezus vertelt dat de landheer daarna zijn eigen zoon stuurde. Ten slotte stuurde hij zijn eigen zoon naar hem toe en zei: voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar: dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Jezus vroeg vervolgens aan de fariseeën en de schriftgeleerden wat de eigenaar van de wijngaard met deze ontrouwe landbouwers moest doen. En hun vonnis luidde als volgt. Ze zeiden tegen Jezus: hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zal geven. Ze hadden niet door dat ze hiermee hun eigen vonnis over zichzelf uitspraken. Zij waren die landbouwers. God had aan hun de taak toevertrouwd om voor het volk te zorgen. Maar Jezus maakte het hun duidelijk. Hij zei tegen hun: het koninkrijk van God wordt van u weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Door Jezus te verwerpen was het Joodse volk, de natie, niet langer Gods volk op aarde. In Jezus was de vervulling van het verbond dat God had gesloten met Abraham. In hem was de vervulling van het oude verbond, van de schaduwdienst van de berg Sinaï. Maar toen Jezus kwam om zijn vruchten op te eisen voor alle zegeningen die God hen had gegeven, bleek de boom vruchteloos. En de zoon die naar de vruchten zocht, werd omgebracht. En zoals de vijgenboom permanent was verdord en de tempel nu eens en voor altijd was verwoest, was het speciale verbond tussen Gods volk, het Joodse volk, voor eens en altijd verbroken. Maar in Romeinen hoofdstuk 11 maakt Paulus ons duidelijk dat de zegeningen en de beloften uit dat verbond niet verloren zijn gegaan. En dat de individuele takken zelf wel weer terug kunnen groeien aan die boom. De boom is verplaatst. Hij zegt over de Joden: en ook zij zullen, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de olijfboom, op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Het feit dat de Joodse natie niet langer Gods volk op aarde was, betekent niet dat er geen hoop is voor de losse takken. Sterker nog, zegt Paulus, juist voor hen is het makkelijker om weer terug te komen. En dat is logisch. Ze zijn immers opgegroeid met Gods waarheden, met de belofte van de komende Messias. De olijfboom van het geestelijke Israël, die is voortgezet door het overblijfsel dat Jezus wel aanvaardde, bestaat dus uit zowel Joodse als heidense tak. En Paulus wil ons ook duidelijk maken dat in deze gelijkenis ook een belangrijke les voor ons zit. Hij zegt: beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen: de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. En dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Paulus maakt duidelijk dat de verwerping van Jezus door de Joden uiteindelijk er heeft toe geleid dat de Joodse takken zijn afgevallen. De meerderheid van de toenmalige Joden zelfs
waar veel heidense takken voor in de plaats zijn gekomen. Maar hij waarschuwt zijn lezers om zich niet te gedragen zoals het Joodse volk deed. En trots te zijn dat zij onderdeel zijn van het geestelijk Israël. Alsof ze het zelf hadden verdiend. Hij waarschuwt hen. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Heb ontzag voor God en matig je de zegening die God jou heeft gegeven niet aan. Alsof je het zelf hebt verdiend, zelf hebt gedaan. En deze waarschuwende boodschap die geldt nog steeds voor Gods volk vandaag. Die geldt nog steeds voor ons. Want wij geloven dat deze gemeente de tegenwoordige waarheid bezit. Dat wij op dit moment takken zijn in de boom die het geestelijk Israël is. Terwijl door de jaren heen verschillende malen takken zijn afgebroken. Immers waren ooit alle christenen katholiek. Maar door afval en verwerping van het licht kwam er een scheiding in het christelijk geloof. Waarbij een kleine minderheid, de Waldenzen, de enige takken waren die waren overgebleven in de boom. En later met de reformatie kwamen er meer. Dat proces herhaalde zich dus bij de reformatie in de 16e eeuw. En later bij de ontwikkeling van het Zevende-dags-Adventisme in 1844 geloven wij. En als reformatiebeweging geloven we ook dat dit proces weer heeft plaatsgevonden in 1914. Toen Gods gemeente moest kiezen tussen het gehoorzamen van Gods wet of om te gehoorzamen aan de overheid in de militaire dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. En maar een kleine minderheid hield stand. En daaruit is onze reformatiebeweging voortgekomen. Maar de waarschuwing van Paulus zou ons daarom des te ernstiger moeten treffen. Heb geen hoge dunk, maar vrees. Als wij werkelijk de tegenwoordige waarheid hebben, moeten we des te voorzichtiger zijn in onze houding. Geen ogenblik mogen we denken dat we beter zijn dan andere Adventisten of andere christenen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. We moeten oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als het Joodse volk. Door trots te zijn, de illusie te hebben dat er ook iets van onszelf bij zit. Ik herhaal de woorden van apostel Paulus. Heb geen hoge dunk van jezelf, maar vrees. Dat is een waarschuwing ook voor onze gemeente. En als wij de pretentie hebben dat wij de tegenwoordige waarheid hebben, moeten we ons er ook bewust van zijn dat dit betekent dat we hierover rekenschap moeten afleggen. Wie bladeren draagt, moet ook vruchten laten zien. Broeder Lambert verwees er al naar afgelopen vrijdag aan de spreuk van oma Guldenmeester. Hoe meer licht, hoe meer plicht. Hoe meer licht we hebben, hoe meer verantwoordelijkheid we dragen. En als wij dan net als die vijgenboom prachtige bladeren hebben, allerlei pretenties over gerechtigheid en heiligheid, de tegenwoordige waarheid, maar er geen vruchten voor kunnen laten zien, zullen we net als die vijgenboom voor eeuwig verdorren. Laten we ons dus niets aanmatigen wat we niet kunnen waarmaken. Maar laten we God in nederigheid verzoeken dat zijn gerechtigheid door ons mag werken. Dat hij door zijn genade vruchten in ons mag laten zien. Geliefde broeders en zusters, ik nader het einde van dit thema. En tijdens dit thema hebben we gezien hoe God zijn volk op meerdere momenten vergelijkt met een boom. Of met een struik in het geval van zometeen. Die ik nog achter de hand hou. En in die gelijkenissen zien we dat God zijn individuele van zijn leden van zijn volk vergelijkt met takken. En in het voorbeeld van zometeen met ranken. We hebben de gelijkenis gezien in het zinnenbeeld van de olijfboom in Romeinen hoofdstuk 11 en Jeremia hoofdstuk 11. Ook hebben we gezien dat God van zijn gemeente en haar leden verwacht dat zij vruchten dragen. En de consequentie daarvan hebben we gezien in Markus hoofdstuk 11. Wanneer ze dat niet doen. Dan heeft dit tot gevolg dat God hen losrukt van hun stam, dat hun boom verdort. En hoe groter hun pretentie is dat zij wel vruchten dragen, hoe meer blad ze laten zien, hoe rijker ze zijn gezegend met het voorrecht van het licht van de tegenwoordige waarheid, hoe zwaarder God het hun zal aanrekenen. Hoe meer blad je laat zien, hoe meer vruchten je daarvoor moet laten dragen.
Maar ik denk niet dat we deze mooie conferentie op zo'n negatieve noot zouden moeten eindigen. Laten we niet stilstaan bij het scenario dat we willen voorkomen, maar ons richten op het scenario dat we willen bereiken. Wij hoeven immers niet te worden afgerukt van de olijfboom. We hoeven niet vruchteloos ons geestelijk leven te gaan. Sterker nog, ik kan u garanderen dat als u aan één voorwaarde voldoet, u niet anders kan dan vruchten dragen. En ik zal het laten zien aan de hand van de laatste boom, of eerder gezegd, eerder een struik, die ik vandaag zal bespreken. Vlak voor zijn gevangenneming in Gethsemane zei Jezus tegen zijn discipelen: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Wilt u vruchten dragen? Veel vruchten. Wilt u niet worden afgerukt van de olijfboom van Gods gemeente, waaraan Jezus de ware wijnstok van aan het hoofd staat? Blijf dan verbonden met Jezus. Zorg dat uw leven in het teken staat van hem. Dat hij elke vezel van uw wezen doordringt. En dat kan u alleen als u bereid bent om uw eigen ik op te offeren. Als u Jezus aan het roer stelt van uw leven. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. In Romeinen 7 vers 15 erkennen ook Paulus dat dit niet makkelijk is. Dat zijn vleeselijke natuur zich hiertegen verzette. Hij zei: niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Het is een dagelijkse strijd die we elke dag opnieuw moeten overwinnen. De strijd tegen het vlees. Maar als wij in Jezus willen blijven, zal hij ons nooit verlaten. En dan komt de prachtigste belofte uit de Romeinenbrief aan bod, die ook de uwe zal zijn als u in Jezus blijft. Paulus zegt: want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Grijp Jezus' uitgestoken hand en laat nooit meer los. Blijf verbonden met de ware wijnstok. En dan zal niets, maar ook echt niets dat van buiten komt, jou ooit van hem kunnen afscheiden. Amen.